In de NOS-avondvoorstelling kunt u nu kijken naar de beroemde Russische film Als de kraanvogels overvliegen uit 1957. Veronica en Boris zijn verliefd, maar de oorlog komt tussen beiden en hij moet naar het front. Wanneer tijdens een bombardement het huis van Veronica wordt vernield en haar ouders daarbij omkomen, verschaft de familie van haar verloofde haar onderdak. En zo leert ze Mark kennen, de broer van Boris. In een moment van zwakte laat ze zich door hem verleiden en een huwelijk is het gevolg. Maar ze zal altijd van Boris blijven houden. In 1958 won deze film een Gouden Palm op het filmfestival in Cannes.